Na hondenpoep is het misschien wel een van de grootste ergernissen op straat. Paardenpoep. We hebben een opruimplicht. Je moet het binnen 24 uur opruimen. Maar daar staat nooit een briefje bij wie dat geweest is. Er lopen hier heel veel paarden. Er ligt dus heel veel mest op de weg. Dat zorgt voor irritaties. Tegenwoordig is dat een stuk minder geworden. En dat komt door deze Schorrelse uitvinding, die inmiddels al vele namen heeft. Poepfiets, we hebben de kakkar, we hebben de shitbike, we hebben de aanhangwagen, kruiwagen, poepruimen, we hebben de strontkar en voor onze Duitse mensen hebben we de scheissefahrrad. Als hij wat laat vallen dan, en er fietsen mensen langs, dan zeg ik meteen, ik ruim het zo weer op met de poepfiets. En dan zegt ze, ja, het zal wel. Maar de mensen hier in de buurt, die weten, die kennen ons ondertussen wel. Stef wil dat de ruiters van zijn stal de troep achter hun kont opruimen en de buurt schoonhouden. En om het voor hen makkelijk te maken, bedacht hij deze simpele oplossing. We hebben dus een kruiwagenbak genomen. We hebben de wiel ondergemaakt in een frame. En een passende fiets ervoor. Het moet makkelijk en snel gaan eigenlijk. Maar anders wordt het niet gedaan door de mensen. De Paardensportbond en gemeentes promoten de opruimplicht. Laat je toch wat liggen, dan kan er worden opgetreden. Het lijkt me heel moeilijk om dat te handhaven. Dus ja, laten we het gewoon voorkomen. De mensen zeggen ook, oh, ik dacht dat de gemeente bezig was. En dan zien ze dat wij het zijn en dan krijgen we een pluim. Heb je patent aangevraagd op de kar? Want hij is vrij uniek, hè? Hij is vrij uniek. Ik heb er nog niemand over gehoord. En wie weet volgt er nog wat.